in Deurne een zeer bekend man. En ik hoop na deze uitzending ook in heel Zuidoost-Brabant. Want meneer Jasper Birkers die weet precies hoe onze zomer er gaat uitzien. Hij heeft de gave om het weer te kunnen voorspellen, heb ik begrepen. Nou is het vandaag erg mooi weer, het waait een beetje. Maar denkt u dat het een tijd zo blijft, meneer Jaspers? Jaspers zeg ik nu, ik moet zeggen meneer Berkers natuurlijk. Hè. Volgens het me uitzag, dan geloof ik dat we veel kans hebben dat het vandaag op zijn hoogste morgen een onweersbui krijgen. Maar waarschijnlijk vandaag nog. Vanavond? Volgens het zat er eergisteren zat het al in de lucht. En gisteren weer, en er is ook nog veel storm en wind bij. Maar waar ziet u dat nou aan? Dat zie ik zo eigenlijk. De lucht, die werd vroeger altijd bespied door de schaapherders. Ja. En mijn vader was ook schaapherder geweest in zijn jonge tijd. En veel mensen die kijken altijd naar de lucht waar het donkerste is. Maar toen werd er gezegd, het noorden is de moeder van de lucht. Dus als er een bui opkomst is, kijk naar het noorden, dan heb je kans dat je weet dat ze komt. Maar als je kijkt naar het zuiden, dan is de bui vertrokken. Oh, dus als je donkere lucht in het zuiden ziet, dan hoef je nergens bang voor te wezen? Dan trekken ze gewoonlijk weg. Ja. Kijk maar, van het noorden uit komt het meest voor de dag. Hè? En dan denken ze wel eens ooit, en dat is een onweersbui ook, dat is noordwest. En er komt het heel zwaar op, dan heb ik ook kans dat het op die plaats komt. Ja. En waarom denkt u nou dat er nog veel storm in de lucht zit? Dat is te zien volgens de strepen die er door de lucht zitten. Allemaal door elkaar. Ja. Witte strepen. Ja. En eigenlijk ook wel donker, maar als er donkere wolken tussen zitten. Maar de witte strepen, dat is eigenlijk gewoonlijk storm. Hè? En anders krijg je van die zwarte bonken ertussen zitten, zal ik maar zeggen. En dat is in de winterdag is dat gewoonlijk sneeuw. De zomerdag heb je nog kans op onweer als er iets tussen komt. Ja. Tenminste, daar heb ik al dik meegemaakt. Ja, maar nou, dat gaat dan eigenlijk allemaal om weersverwachtingen die heel kort zijn. Hè? Dus voor de dag zelf of voor de volgende dag. Maar nou heeft u ook een voorspelling gedaan voor de hele zomer. We hebben het vorig jaar een erg droge zomer gehad. En veel mensen vinden dat een erg mooi omdat ze van de zon houden, maar eigenlijk voor de meeste mensen in Brabant is het niet zo mooi, omdat het voor de landbouw erg slecht is. Maar dat ziet er dit jaar anders uit, denk ik. Ja, volgens dat ik in het begin mijn veronderstelling geweest is. Vorig jaar had ik er ook iets van gezegd en dat was uitgekomen. U hebt vorig jaar voorspeld dat het een droge zomer zou worden? Dat een droge zomer zou worden, hè? Ja. En dat is ook uitgekomen. Maar nu heb ik het anders bekeken en nu moeten we het afwachten. Dus dat kan ik niet precies zeggen. Maar we zullen kijken. Ik heb er wel een en ander zomaar eens voor de grap opgemaakt. Ja, u heeft het op rijm gezet, hè? Ja, zoiets. Nou, laat het maar eens en dat horen. Had ik aangevraagd op 22 april hier. En toen heb ik het ook opgemaakt. Noderhand heb ik er niks, helemaal niets aan veranderd. Dus dit is een voorspelling die al van 22 april is? Ja, toen die tijd heb ik dat zo opgemaakt. Dan laat ik het ook staan en dan denk ik bij mij, ja, vallen dooit. Dan ben ik niet de innerste. Nee. Dus we kunnen al een beetje zien of het uitkomt, hè? Want er is al een tijd weer verstreken. Dat is ook, ja, die tijd is er al geweest van zo ongeveer. Hè? Ja. Ja, dan heb ik zo opgemaakt, weer of geen weer. Mag ik eens in gedachten geven van het weer, wat het weer geeft en een en ander meer. Het weer wordt door velen voorspeld, maar wie daarvan is de grootste held? Ik als man van 74 jaar gooi mijn voorspelling eens in gevaar. Ik ben maar een amateur en hou de stok dan buiten de deur. Het kan nog laat voor de tijd vriezen. Bloem en plant zullen dan nog niezen. Veel zullen we dit jaar meemaken, had ik voorspeld. En deze dagen zijn nog lang niet geteld. Vele zware onweersbuien die de brandweerbel
zullen doen luiden. Veel wind en water doen overlopen. De grondaders zijn al volgeschoten. Een hittegolf hebben we niet te verwachten. Veel zuidwestenwind is in mijn gedachten. Ook de vele buurlanden niet. Wat er voor de vakantiegasten niet mooi uitziet. Het wisselvallig weer dat we nu aan het schouwen zullen waarschijnlijk tot ongeveer eind juni houden. Daarna kan het tot half augustus een zomertintje geven, maar een hittegolf zullen we dit jaar niet beleven. Daarna weer als nu tot ongeveer oktober. Het is dan voor de tijd van het jaar erg sober. In oktober en november, in nazomer met zonneschijn, en spoedig zullen we weer aan het schaatsen zijn. Over het lichaam wil men goede verzorging weten, maar de ziel wordt helaas vergeten. Denk eens aan de ziel bovenal en leid Nederland niet in de val. Denk aan rechts in het verkeer, dat geldt ook voor schrijven en nog meer. Bidden wij allen dat God onze schuld vergeven om weer met vreugde verder te leven. Jasper. Jasper. Nou, het ziet er inderdaad niet zo mooi uit als de vorige jaar. Ja, maar, dat weet ook wat ik eraf zeg. Hè, nee. Maar er zit nog een klein beetje hoop in, hè? Ja. Nou, mogen wij, we weten nou dat u er bent, hè, en dat u dit soort dingen doet. Mogen wij in de loop van het jaar af en toe eens bij u aan de bel trekken om te horen wat voor weer we te verwachten hebben? Want dat is voor de zomermaanden natuurlijk toch wel interessant om dat een beetje bij te houden. Oh ja, graag. Tenminste, ik heb veel tijd stikken. Als ik de berichten hoor en ik s'avonds zeg, nee, het is morgen anders en dan is het ook gewoonlijk. Hè? Ja. En dat ik toch wel lekker getuige van hier dat ik dat zeg. U doet het beter dan de Bild? Nee, dat zeg ik niet. Ja.